We gaan zo kijken naar de hengstencompetitie klasse L. Deze wordt verreden in 2 manches en wordt gejureerd door Roelof Bril en Peter Gering. KWPM gekeurd is Et Toulon VDL, genoemd naar de vader Toulon, de hardbrekerzoon en aan het bloed van de keurhengst Calvados. In bezit van de VDL-stut en gereden door James Billington uit Groot-Brittannië. Et Toulon VDL had een heel goed optreden nou. Laatste dubbel was hij wel iets kijkerig en de ruiter moest veel been geven in de insprong. Maar dan kun je zien door zijn kwaliteit dat hij een fantastische sprong maakt op de uitsprong. Paard met een heel goed optreden, dankjewel. Rob, jij bent erbij geweest vandaag. Wat vond je van de paarden? Ik heb het in Deurne allemaal een beetje gevolgd. Dat was de eerste wedstrijd eigenlijk, de eerste keer. Hier dus de tweede keer. En ik moet zeggen, er zit bij de 4-jarige hengsten best veel kwaliteit. Ik kan natuurlijk niet alles zien in de ring, maar omdat ik natuurlijk veel op de inspringtrein ben. Maar jawel, ik zie toch wel potentie voor de toekomst. Ja, en bij de 5-jarigen? 5-jarigen ook best wel een paar, die ken ik dus al wat langer. Omdat ik die vorig jaar allemaal al gevolgd heb in de 4-jarige competitie. Ook wel allemaal paarden bij die, als ze de tijd krijgen van rijpen, dat niet alles te snel gaat, dan zit daar wel allemaal paarden bij waar wij in toekomst best nog veel plezier van kunnen beleven. En wellicht ook wel paarden bij zijn, wat ik dus hoop, die we later in het Nederlandse team ook kunnen gaan inzetten. Ja, wat vind jij de positieve dingen van de hengstcompetitie? Nou ja, wat vind ik positief? Uiteindelijk als we de paarden laten zijn zoals ze zijn en we laten ze op hun eigen benen lopen en we kijken niet alleen naar hoe hoog dat ze over een hindernis heen springen, maar gewoon de manier waarop, hoe ze zich laten bewerken, dan vind ik zoals het op dit moment gaat, is dat goed. Verder kijkende in de toekomst zien we nu ook weer paarden zoals afgelopen weekend op een internationaal concours in Maastricht, waar ook een Scirocco Blue VDL, een Carambol, een Emerald van Harry Smolders. Toch weer hengsten die eigenlijk ook weer vanuit het hele hengstencompetitieverhaal toch weer eigenlijk verder op zijn gekomen in de topsport. En dat is natuurlijk het doel wat we eigenlijk willen. En we willen de hengsten wel eigenlijk aan de fokkers laten zien en ook aan het publiek laten zien. Maar dat moeten wel wedstrijden zijn zoals nu ook, dat ze zich rustig kunnen ontwikkelen. En dat het op een gegeven moment niet geforceerd moet gaan. En dat lijkt eigenlijk nu op het moment goed. De hengstkunning komt eraan. Is dat voor jou ook een belangrijk evenement om paarden te zien? Nee, niet echt. Ik vind de hengstencompetitie van hengsten die onder de sport, dus in de sport zijn, dat vind ik wel heel leuk om te volgen. Mij ontbreekt ook helaas de tijd om naar de hengstenkeuringen toe te gaan, omdat dat eigenlijk al toch veel tijd met zich meebrengt. Ik volg het wel vanaf de zijlijn. Hengstenkeuring Den Bosch ga ik wel altijd kijken. Maar in het voortraject helaas niet. Misschien wel een toekomst als we meer tijd krijgen. Het interesseert me wel, maar je moet ook een beetje de tijd ervoor hebben. Ja, je bent op veel evenementen aanwezig. We moeten overal zijn, we moeten alles een beetje blijven volgen. En hoe beter dat ik dat doe, hoe meer profijt ik er in toekomst voor heb. Ja. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Wij gaan verder met de volgende rubriek, dus blijf kijken. We gaan snel verder in deze barrage. Nog 4 deelnemers te gaan. Doron Kappers nu voor Stal Eversen en Stal Waldman. Bereid DJ, Ajax gekeurde zoon van Contendromaal Clinton. GMB Hengsten, competitie springen klasse M. Fantoors in een spectaculaire tijd. 35-99 de overwinning naar Doron Kappers en DJ. Uw applaus. De heer Arend van der Pol namens GMB met de bloemen in de hand gaat op Doron Kappers af. Ruiter uit Mijn Zere Land, weer een overwinning in zijn carrière. Christian Houwe is binnen met Sidaan, KWPN gekeurd van Heartbreaker, Gera Miro Z. Christian Houwe en Sidaan. Tijd zo even van Jesper Romp, 1:41.22 seconde. Foutloos in de barrage, 39.02. Na de overwinning in Deurne, de overwinning hier in Enschede voor Sidaan. En het applaus voor Christian Houwen. Naast mij staat sponsor van de hengstcompetitie, GMB, commissaris Arend van der Pol. Arend, waarom sponsort GMB de hengstcompetitie?
GMB sponsort de hengstencompetitie omdat ze dus heel erg met de paarden betrokken zijn. En ik vind dus toch dat dit soort evenementen dus georganiseerd moeten worden. En GMB als sponsor, die krijgt hier toch een grote naamsbekendheid door. En daardoor, omdat we van huis uit toch ook die paardenfokker zijn met heel veel emotie, heel veel emotionele binding. En dan vinden wij het toch goed dat een KWPN dus toch gesteund wordt door een bedrijf. En zo zouden alle sportevenementen dus toch gesponsord moeten worden door bedrijven. Dan kan de sport ook bestaan. Ja, ik geloof dat GMB nog meer paardensportevenementen sponsort, toch? GMB die sponsort dus de hengstencompetitie. Maar we hebben dus ook de jonge paardencompetitie van de GMB in het midden en in het oosten van het land. Dat zijn 5 wedstrijden. Afgelopen week was er een wedstrijd in Badmen met 240 deelnemers. En dat leeft enorm en dat is heel goed voor de sport dat de fokkerij en de sport hand in hand gaan. Ja, u bent zelf ook een groot fokker. U heeft vandaag ook meegekeken met de wedstrijden. Wat vond u ervan? Ik vond het een prachtige wedstrijd. Ik vind het heel mooi dat de jaargangen met elkaar vergeleken worden. En dat je daaruit kunt beoordelen als fokker bij welk paard, welk hengst hoort. En het is heel goed dat de jaargangen met elkaar vergeleken worden. En niet een 10-jarige met een 4-jarige, want dat is geen vergelijk. Nee, heeft u nog favorieten erbij lopen? Ik heb zeker favorieten erbij lopen. Hier was vandaag bij de 4-jarige Etalon. En Emir R, daar hebben wij toevallig dit jaar ook allebei mee gedekt. En ik vind dat altijd heel mooi dat jonge hengsten ook een kans moeten hebben. Om dan straks weer een hele goede hengst te gaan afleveren. En we hebben zelf eigenlijk we fokken dus al 40 jaar. En wij zijn begonnen met een Duc de Normandie. En daar zijn de Volteres bij ons uitgeboren, 4 stuks. Daar hebben we het verder gefokt. En we hebben op dit moment Namelis R en Tansilo van de Zuidhoeven. En daar hebben wij dus weer mee gefokt met Ducato. Maar we hebben ook nog een paar prachtige Ducato's uit de oude Volterre. Die dus eigenlijk al voor 25 jaar terug dus geboren is. En daar hebben wij nu nog 2 mooie Ducato's uit die het heel goed doen. Gaan we die terugzien in de hengstencompetitie? Die ga je niet terugzien in de hengstencompetitie, want die zijn al geruimd. Dat is jammer. Ja. Ergens anders op internationaal niveau misschien? In de grote sport, dan gaan we ze allebei terugzien. Oké, bedankt voor uw tijd. Graag gedaan.